Drie pistolen van Troy Koelen. Ja, de score was van nummer 3. Die van Maras. Rebound Job Kajan. En dan gooit de bal ook weer weg. Wat een jongen. Jongen. Ja, rebound de score was van de nummer 11. Drie punten van de nummer 15, Dorian Marchand. Eigen rebound op het schot van Sean Vlad. En de drie punten. Sean Vlad. En de drie punten. Sean Vlad. Dat is Noah van der Heijden. Blokshot. Blok het even goed. Ja, keurig gewerkt. En gooit dan de bal weg, Sean. Ja, tip-in was voor de nummer 3. Drie punten van de nummer 6. Ze werden daar natuurlijk goed verdedigd. Dat wel, maar dan kwam het tot door. Oh. Laatste aanval van tweede kwart, 8 seconden op de klok. En een mooie score van nummer 10, Sibbelediger. Ja, mooie score van Job Kajan. Regels. Ja. Ja, draait er ook leuk doorheen. Maar. Kijken wat een mismatch dat is. Ja. Noah van der Heijden tegen Ivan Maras, dat scheelt denk ik 30 centimeter. Ja, ja, er is geen oude armdoel. Troy Koelen, scoren was van. Onder druk van de slotklok, bleef hij rustig. Ja, hij probeerde het wel, Noah, maar... Goed, eindstand in de wedstrijd wordt 69-81 in het voordeel van Okapi. Gefeliciteerd daarmee onze Belgische vrienden, maar ook respect voor het Helderse team wat met zoveel blessures te maken had.